Hallo allemaal en welkom bij Het Ruige Huis, aflevering 38 en het derde en laatste deel van mijn weekje alleen. Het is de verjaardag van Wurre en van Prins. Ja, moet even gezegd worden. Ik ben hier buiten met mijn kip Kootje. En Kootje die is eigenlijk dubbel vernoemd. In eerste instantie naar mijn oma Cornelia. Dat is een oma die ik nooit heb gekend. Maar wel mijn oma is natuurlijk. Maar ook naar een van mijn goede vrienden Ko. Die vorig jaar is overleden. Een paar maanden na mijn vader. Hij was ook een jaar ouder dan mijn vader. Dus het was een oude vriend. Letterlijk. En hij heette Ko. En Kootje is dus ook wel naar hem vernoemd. Gelukkig heeft hij dat nog meegekregen. Heb ik Ko laten weten dat ik een van mijn kippen naar hem heb vernoemd. Wat hij hartstikke leuk vond. En Kootje was eigenlijk mijn meest schuwe kip. Maar nu dat ze hier woont, heeft ze opeens besloten dat ze me vertrouwt. En dat ze uit mijn handen durft te eten. En dat vind ik zo ontzettend leuk dat gebeurt. Ja. Ik moet wel aan de slag met het kippenhok, want toen een paar dagen daarvoor de hond van de buren in de tuin kwam en de kippen opjoeg, dat was echt wel een incident, dat geloof ik wel. Die hond is normaal gesproken altijd aan de lijn, maar toch, kippen zijn toch wel kwetsbaar. Dan moet gewoon een betere ren komen. Ik had al hout gehaald van die houten palen en nu is het tijd om de ren ook echt te gaan maken. Mijn plan. Het eerste wat ik heb gedaan is het deurtje erin gezet. Dat is nog het deurtje van mijn oude kippenhok. En die kan ik best voor tijdelijk even hergebruiken. En nu moet ik gaan bepalen hoe de vorm van de ren gaat worden. En ik wil hem zeg maar, hij wordt niet helemaal mooi netjes rechthoekig of vierkant. Dus ik kan niet precies zeggen ik ga 3 meter zo en dan 1 meter zo. En dan, ik heb 10 strekkende meter gaas. Daar gaat natuurlijk het stukje van de deur vanaf, want daar zat nog gaas op. En de vorm wordt dus een beetje grilliger, omdat ik ook een klein hoekje van de schuur erbij wil betrekken. Maar daar zitten natuurlijk ook wortels van de blauwe regen, dus dat wordt meer een schuine hoek. Dus nu heb ik een touwtje gespannen. 5 meter hier om het dingetje heen en dan weer 3,5 meter zo, zodat ik een touwtje heb van 8,5 meter. Ik neem even een halve meter marge. En ik ben een meter kwijt van, ik weet niet of ik dit nou duidelijk uitleg, maar ik moet er een meter van aftrekken, want ik heb een stukje van het hok naar het deurtje waar ook gaas komt. En dan komt het deurtje en dan heb ik zeg maar iets nog van 9 meter. Die in een bepaalde vorm zeg maar het rennetje kan worden. Nou neem ik een halve meter marge, dus 8,5 meter. En dan kan ik dus dit touwtje in een vorm leggen waarvan ik denk, nou dat is, daar ben ik tevreden mee. Dan weet ik waar ik de palen neer kan zetten en dan weet ik ook dat ik genoeg gaas heb om het allemaal dicht te maken. Ik vond dat behoorlijk slim van mezelf. Dus nou ga ik kijken wat voor vorm die gaat worden. En ondertussen lopen de kippen los daar. Dus ik moet wel doorwerken, want ik moet wel vandaag af. In ieder geval genoeg af dat ze ook opgesloten zitten.
uiteindelijk is dit het geworden. Het bleek, toen ik eenmaal met de gaas aan de gang ging, dat ik geen 10 meter, maar 25 meter gaas had. En toen heb ik wel even getwijfeld wat ik zou doen. Ik had al een aantal palen in de grond staan. Van, zou ik het nou echt veel groter gaan maken of laat ik het een beetje zoals het is? En uiteindelijk vond ik dit eigenlijk best wel groot genoeg voor een tijdelijk rennetje. Dit is ongeveer hetzelfde als wat ze in mijn vorige huis ook hadden. Iets minder, maar goed, ik vond het wel. Het hoeft niet opeens weer twee keer zo groot te worden. Het enige wat ik erbij heb gezet is die paal daar, zodat ik het hoekje daarachter net iets anders kon maken. En deze en deze en die paal die stonden al in de grond en uiteindelijk heb ik het gewoon zo gelaten. Poortje daar is nog het oude poortje. Het enige wat ik nog moet doen. Ja jongens, het is niet mijn mooiste werk, maar voor nu, voor tijdelijk. Hieronder moet ik nog een klein latje slaan, zodat ze daar niet onderdoor kunnen. En dit is gewoon maar heel simpel kippengaas. Het fijne, mooie hiervan vind ik dat je er heel erg doorheen kijkt, dus het valt niet zo op. En dit is natuurlijk, ja, het is natuurlijk niet een echt kippenrennetje. Het is meer voorstel dat er rond van de buren in de tuin zou komen of zoiets. Dat ze niet meteen, dat ze iets veiliger zitten, maar ze kunnen er feitelijk gewoon overheen vliegen. Dat gaan ze misschien ook wel doen, hoewel in mijn vorige huis was de ren ook niet zo hoog en daar vlogen ze eigenlijk ook nooit eruit. Dus ik moet nog even afwachten. En 's nachts dan gaan ze gewoon in het hok en dan gaat ook dat rennetje dicht. En dat is helemaal, dat staat op de stenen en dat is helemaal veilig. Dus 's nachts zitten ze echt wel veilig. En voor overdag ben ik eerlijk gezegd niet zo heel erg huiverig. Ook nu gaan de kippen soms liever daar even een beetje rusten. In het kleine rennetje. Zie je, daar liggen Popo en Goofy al. Dus voor nu is dit het even. En uiteindelijk natuurlijk, als het kippenhok daarachter komt, waar nu de vijver is, dan ga ik echt helemaal gaas ingraven. En steviger gaas dan dit, zodat ze gewoon continu heel erg veilig zitten. Dan maak ik er meteen werk van. En dit is echt maar tijdelijk. Maar tijdelijk wel iets beter dan wat ze hadden. En dan hoeven ze misschien ook niet de hele tijd los. Want ik merk wel dat hoe vaker ze nu eventjes los zijn geweest, hoe verder ze de tuin intrekken. En nou ja, ze zijn zo bij de moestuin en bij de kruidentuin. En ze zijn ook zo bij de buren. Dus dat moet een beetje hun vrijheid weer beperken. Maar zo is het wel iets leefbaarder geworden voor ze dan alleen maar dat professorische hele kleine rennetje. Wat er eerst stond, waarvan je door de verkleuring veranderd gras nog wel kan zien hoe groot die was. Dus dit is wel wat beter. Déjà vu, een paar dagen later. Weer aan het regenen. Niet zo hard, maar wel langdurig. En de dakgoten waren weer helemaal aan het overlopen. En ik zag bijradar en ik zag dat het nog uren ging duren. Dus ik dacht, oh mijn god, dus ik begon alweer met emmertjes. Op en neer te lopen, maar ik denk, ja, dat kan ik geen uren volhouden. En als ik het niet doe, dan komt de hele schuur voor blank te staan. En een heleboel water klettert hier vlakbij het huis vandaag. Dus niet goed. Regenjas aan. Ik dacht, ik ga in de dakgoten kijken wat er aan de hand is. Nou, ik zal het laten zien. Eerst ging ik naar de dakgoot van de schuur. Want, nou ja, bij de kippen is het natuurlijk wel het meest van belang dat ze niet nat zitten en dat ook de schuur niet helemaal onderloopt. En daar was het een kwestie van dat de dakgoot gewoon weer vol met prut lag. En ik heb bij de afvoeren van die kraaiennestjes zitten, die de prut zeg maar opvangen, maar dat raakt op een gegeven moment, blokkeert dat. Dus toen ik dat ging weghalen, toen begon het weer gewoon via de regenpijp daar weg te stromen en dat gaat dan de vijver in. Ondergronds gaat het de vijver in. Dat doet het. Ja, het huis. Die dingen, die vingen een hele hoop water op. Daar ergens lekt het. En ik ging dus ook in eerste instantie met de ladder daar kijken en daar zat inderdaad ook wel wat prut. De hele dakgoot zit vol met water. En een beetje prut, met prut bedoel ik spul van de bomen, denk ik dat het is.
bladeren een beetje. Dus dat probeerde ik los te halen. Maar dan nog, het liep gewoon helemaal niet door. Het lijkt wel alsof die pijp daar gewoon verstopt zit. Daar zit ergens een verstopping en dan moet een keer iemand voorkomen. Maar goed, toen ging ik naar die kant kijken. Want daar hebben we onder een regenton staan. En daar kwam amper regen in. Dus waarom? Als het daar niet wegloopt, dan zou het op zich daar weg moeten lopen. Dus daar gaan kijken. Daar zat ook een heleboel prut. Dat ging ik weghalen. En toen één keer ploep, ploep, ploep ging het allemaal naar die regenton. De regenton liep over. En die heeft wel een slangetje, dat groene slangetje. En dat loopt dan hier in dit stukje tuin uit. Maar ik denk, ja jeetje, dan staat het hier helemaal blank. Het moet eigenlijk gewoon naar de vijver toe. Dus ik ben bezig geweest met allerlei verschillende tuinslangen. Die lang genoeg waren. Dat ding dat zit kennelijk ook geblokkeerd. Want dat laat geen water doorstromen. Dus oh man, frustratie alom. Maar nu loopt het via... heb ik hier een koppelstuk erop gezet? Nee, ja, daar een koppelstuk erop gezet. Hier nog een keer een koppelstuk erop gezet. Maar gelukkig was deze slang lang genoeg om helemaal naar de vijver te lopen. Nou komt er ook echt daadwerkelijk een flinke stroom water uit. Dus, conclusie. Die regenpijp, daar moet iets mee gebeuren. Doorgekeken worden, weet ik veel. Of een regenton er aangekoppeld worden ook, ik weet het niet. En ik moet gewoon vaker de dakgoten schoonmaken. Eens in de 3 weken is niet genoeg. Weet ik dat ook weer. En dat ik hoop dat mijn man snel terugkomt van vakantie. Want dit is helemaal niet leuk. Verder gaat het goed. De tuin vindt het heerlijk, al het water. Ja, en hiermee kwam er een eind aan mijn weekje alleen. Volgende keer zie ik je graag weer terug. Dan is het kermis in het dorp. Tot dan. Groetjes!